Liefst zou ik een huis hebben wat er zo uitziet als dit. We gaan voor het eerst naar Groningen met Sydney. Maxi Cozy, de kinderwagen, Sydney. Dit en een koffer heeft Richio mee. Het is heel veel, hè? Waar jij moet denken. Maar volgens mij hebben we alles. Dus Richie rijdt de auto hier op de stoep. Kunnen we mooi meteen erin. En dan gaan we lekker naar Grun. We hebben een heel leuk hotel. Ik ga het allemaal laten zien. Ja, dus we hebben nu een station wagon gekozen. Het zijn dus deelauto's. Richie gebruikte ze altijd al. Toen dacht ik, oh, wat ingewikkeld. Ik ging altijd gewoon naar Dix auto huren. Maar deze staan dus gewoon door heel Amsterdam en dus door heel Nederland. Dus lekker dichtbij. Kun je hem op je app reserveren. Lee, we just left our house, mate. We're on the way to yours. We'll see you in about 5-6 minutes. We gaan nu even een foto nemen om de campagne, de samenwerking met Green Wheels te starten. Die kunnen dan posten van oké, wij mogen Green Wheels gebruiken voor het komende jaar. Die kunnen zij ook op hun socials posten. En ze hebben me specifiek verzocht om niks te zeggen wat ik niet wil zeggen. Alleen maar mijn gebruikerservaring te delen. Dus vandaar ook dat ik het leuk vind om te vertellen dat wij gewoon een auto in de buurt huren. Dus of een grote of een kleine. En dat één Green Wheels 11 gewone auto's vervangt. En ja, in Amsterdam is dat perfect. Want het is veel te vol met auto's natuurlijk. En wij zijn echt de doelgroep. Omdat we dus altijd gebruikten, blijkt ook. Dat wij gewoon één keer per week een auto nodig hebben. En dan dus net zo goed één kunnen delen. In plaats van allemaal een eigen auto voor de deur. Dus voor ons werkt het helemaal perfect. En zeker nu met Sydney. Dat we toch vaker met de auto moeten dan voorheen. Normaal fietsen we natuurlijk echt alles. Ja, we gaan hier de foto nemen. Oh, dit is waar. Ja, we hebben hem hier dus neergezet. En dan gaan we dus vanaf hier de foto nemen. Dan zie je deze gebouwen mooi. Goed licht hier ook. Hier zit het park. Hi Lee. Hi, how are you? Hi, you've been in the vlog already or not? No, never. It's my baby. I'm wearing my workout. Oh yeah, he's going to work in his new house. Yeah, as a friend for Richie. Yeah, I thought maybe you could stand from there because I want this light in the back. Yeah. And then the logo, us, and the whole car, I think. Yeah, yeah. I'll just take loads. Yeah, perfect. Perfect. Okay, jongens, jullie zien het eindresultaat zo. Ik vind het een hele leuke foto. En het hagelt. Timing perfect, hè? One minute later we wouldn't have the picture. I literally have ice down my back. Oh my god. We gaan nu een koffie halen en ergens Sydney in voeden. Want timing wise kwam dat dus ook niet helemaal goed uit, omdat ze vannacht heeft gedronken. Wil ze nu niet 's ochtends, dus dat moet allemaal zo meteen. Dat jij niet te veel afgeleid bent. En waar zijn wij nou? We zijn op vakantie. Perfect. Oké, we zijn in Niebert. Hier lekker gebakje eten. Dit food van de bakkerij was zo lekker. Ja, dit is echt lekker ouderwetse bakkerij, hoor. Oh. Dat maakt mij niks uit. Dit stoffige hoekje is bij mijn vader. Kijk, mijn opa heeft die pet op. Die... Oh, ja. Ik heb deze nu gekocht in een kringloop. Okay. Leuk hè? Want ik wilde ook zo'n pet. Maar die heb jij niet toch, die pet? Ja, die is nog wel ergens. Nou, als je die tegenkomt. Oké, nou, dan is die bij jou. Van mij. Ja, kijk, dat antieke spitten, dat heb ik dus wel van jou, denk ik hè? Goeie itempjes hier zo. Hier, die landkaart. Welke klok? Ja, deze klok, maar dan zien mensen dat stof. Dat maakt jou ook niet uit. Kijk, deze heb ik waarschijnlijk gemaakt. On the truck at the back. The beige
the white one. Okay. Doei, tot snel, ja? Doei. Yes, we zijn onderweg dus van Niebert naar Groningen. Nu gaan we naar het hotel. I want to be with you. Het is zo. We hebben een upgrade gekregen naar de Junior Suite. Het is zo mooi en gigantisch. Kom je binnen, heb je hier de keuken. Als je langer blijft, hier dus ook echt lekker kan blijven. Hier heel groot eetgedeelte. Giga lekker bed. Een leuk bureautje. Voor Sydney hebben ze een bed neergezet. Heel mooi meubilair. Hele mooie zithoek. Artwork en dan het uitzicht, jongens. It's my favorite view of Groningen. Nou, that's not true. But it's heel mooi. Ik ga hier even lekker een timelapse maken. Zo lekker wandelen met Agaap en Anna. Maar ik zit hier even naar buiten kijken. Dat mis ik echt bij mij thuis. Dat je hier gewoon mensen kan kijken vanuit je raam. En zij zien jou in principe niet. Weet je, niemand kijkt omhoog. Iedereen te checken. Wat hebben ze aan? Wat zijn het voor types? Perfecte locatie waar veel verkeer zo bij elkaar komt. Liefst zou ik een huis hebben wat er zo uitziet als dit. Ja, het start over daar. We zijn aan het lopen met Anna en Agaap. Heerlijk om mijn oude stad. Don vertelt net iets heel leuks, dat je een koffietent hebt. Als je dan een roze beker hebt, betekent dat je single bent? Nee, als je zegt, hey, ik ben op zoek naar iemand, dan kan je dus een koffiebeker kopen. Of een blauwe, nou, dan ben je geïnteresseerd in de jongens. Of een roze, ben je geïnteresseerd in de meiden. Of een neutrale. Kop van ik ben niet geïnteresseerd in iemand. En dan hoop je een soort matchje te maken. Dan ga je lekker op de bankje op anderhalf meter. Ik vind dit perfect. Ja. Dit had ik willen hebben toen ik nog single was. Ja. Jij dan? Ja. Absoluut. Hele goeie. Dat is toch enig. Ja. Ik ga kijken of we iemand vinden. Ja, iemand die beschikbaar is. Vinden. En hoe snel mensen fietsen. Als het goed is, is dus over 4 minuten iedereen binnen en leeg op straat. Echt het lekkerste bed ever. Maar de kwaliteit van die lakens en het matras. Geslapen van 7 tot 6. Gezondheid. Hello. Can you say mama? How did you? Mama. How did you? Mama.
tin coffee because we have coffee here. Mama! Hundreds of DMs. Oh, it smells like French toast. Now this is chocolate. Oh yeah, nice. It's face up. It's ready to go. Even een stadswandeling maken. Morning. Thanks for breakfast. It's delicious too, thank you. Amazing. Oh, I think this is my favorite part of our trip. What we're doing right now. Go for coffee. And... Coffee, wandelen. Richie hangt hier nu. Dus wie hem kan... We hangen er nog eentje ergens op. En wie hem kan vinden, moet het naar mijn DM'en. Stick it on anywhere that's inappropriate. No, only on places that are already stickered. We zeggen niet waar dit is, maar ik ben benieuwd of iemand hem kan vinden. But now, what a great weekend. How great it was to be outside our own environment for change. Oh. No? And feel safe, right? Mm. And you have your own car. Yep. So we feed Sydney in the car. We just gave her a banana with avocado, give her a bottle halfway. Stopped at a servo at a Berber. Yeah, stop. Service station. The car is almost like a little home for the weekend, hè? Yeah. Yeah, I feel the same. And since kort kan je dus de auto openen met a new feature in the app. Swipe je en dan gaat de auto open. Ik moest even opnieuw mijn app installeren. En ik zeg dit nu helemaal zo la-di-da, omdat ik zelf altijd dus er tegenop zie van, oh ja, moet ik dan alles helemaal gaan aanvragen? Ja, in principe moet je dat natuurlijk wel één keer doen. Maar daarna werkt het dus als een gek. Wanna say bye? Yeah, catch you later. Okay, guys. Doehoe. Zit hier dus achter ons. Ik zal hem even filmen. Iemand zei in de comments, waarom praat je geen Nederlands tegen Richie? Zo leert hij het nooit. Ja. En dan, once I know the name, I'll be able to use it vaag. Dit is waarom ik dus geen Nederlands praat. Omdat hij nog niet goed genoeg often Nederlands spreekt. From niks to alles. Behalve some cocky. Did you guys know that when I first saw her on Tinder, her little write-up was Alice of Nix? Hey, all or nothing. We've pretty much gone all, haven't we? I got all. Thank you. You gave all. I give all for the rest of my life. Oh, you gave Alice. Yeah. Come on. That's your mum, Sydney. Sound would. Yeah, I got him on camera. Here we go. Oh, nature nerds.